De Craft Community is een wekelijkse bijeenkomst in de Makerspace. Makerspace is de creatieve werkplaats van de Nieuwe Vesten. Een openbare werkplaats, dus iedereen is welkom. En op woensdagavond nodigen wij crafters uit die vaak al heel vaardig zijn in diverse ambachten. En dan proberen we juist elkaar te inspireren met die ambachten. En de een leert de ander wat hij weet over breien. De ander wordt dus uitgenodigd om met de lasersnijder te werken. En het is dus geen cursus, dus we bereiden niet een activiteit voor, behalve tijdens de Craft XL. En daar zijn we vanavond. Ik ben allemaal lapjes aan het maken om een kussen mee te maken, zoals deze. En dan ga ik die allemaal aan elkaar maken en dan met de naaimachine die ze hier ook hebben. En dan, voor mij is het heel simpel, voor iemand anders is het waarschijnlijk wat moeilijker. Maar Marjan die helpt ons allemaal erbij. En, hebben we ook weer dingen geleerd die ik anders nooit gedaan had. Want dit is mijn eerste kussentje wat ik gemaakt heb. En dan kan je er niet meer uithalen. Maar bij de volgende heb ik een mooie vouw erin geleerd dat je zo het kussentje er weer uit kan halen. Maar vergeet niet dat er geen huishoudschool meer is en dat kennis niet meer standaard wordt overgedragen. Ik heb niet meer leren breien op school. Ik heb mezelf leren haken met YouTube-filmpjes. Maar het is heel fijn als je de kennis kunt halen bij iemand die wel ervaren is. En als je vastloopt, dat je bij iemand terecht kunt. Waar dit vaardigheden waren die iedereen vroeger aangeboden kreeg, dat is niet meer. Daarom vind ik het juist zo belangrijk om ook die klassiekere ambachten over te dragen. Zijn paaseieren aan het ecoprinten. Dus als het straks Pasen is, kan iedereen een mooie tafel dekken met een mandje met geprinte eieren. Ecoprinten is eigenlijk bladeren printen op stof of op leer of op hout of op keramiek. Dat kan allemaal. En wij zijn nu aan het printen op een ei. Je hebt een ondergrond, je hebt bladeren en met een speciale techniek print je die bladeren op de ondergrond. Dat is het eigenlijk. Alleen dit is wat wij nu doen is eigenlijk meer een uitsparingstechniek. Dus wij printen eigenlijk niet de bladeren, maar alles om de bladeren heen. En dat doen we vandaag met koffie. Je werkt met de natuur, planten uit de natuur, vormen uit de natuur, kleuren uit de natuur. Het is allemaal natuurlijk en dat past heel goed in deze tijd. Echt, mensen zijn heel enthousiast. Heel enthousiast, ja. Ik ben hier nou eenmalig, maar ik keek op de website van de Makerspace, omdat ik gevraagd werd om hier te printen. En toen zag ik hoe actief ze hier waren en hoeveel ze deden en hoe gevarieerd en technisch en creatief. Toen dacht ik, ja, hier wil ik wel aan meewerken. Ik denk dat de community de gelegenheid biedt om nieuwe dingen te leren kennen, nieuwe technieken te leren kennen. Faciliteiten die we hier bieden zijn een lasersnijder of een 3D-printer heeft niet iedereen thuis, dus dat is een meerwaarde. Maar vooral denk ik om samen met elkaar aan de slag te gaan. En om te denken, oh, maar dit had ik nog nooit gedaan. Of ik wil wel breien, maar ik kom net niet verder. Of ik borduur steek, ik blijf elke keer in hetzelfde zitten. Uitgedaagd worden door een ander om net weer wat anders te doen.